Welkom bij weer een kerstverse aflevering van Gelderland Vandaag. En vandaag staat u vooral in het teken van het EK voetbal. Wat voor de deur staat, of niet, Marjolein? Ja, echt wel. Binnenkort al, hè? Ja, het gaat gauw beginnen. Oranje. Ja, zeker. Nee, want ik heb namelijk Anke en Bob straks in de studio. En dat zijn twee collega's van ons. En die komen ons vertellen over je eigen gloednieuw programma. En dat heet Duck... Wat is nou Duck Out van Oranje. En we hebben muziek natuurlijk van Tim Leon. Hij komt zijn EK-nummer hier spelen. Ja, dat is helemaal leuk. Zingen, dat wordt helemaal te gek. Ja. Maar we gaan het ook over actualiteit hebben. Want vandaag zijn de jaarcijfers bekend geworden van artikel 1 Noordoost Gelderland. Het Bureau voor Gelijke Behandeling en Discriminatie. En ik wil weten hoe het met die cijfers staat natuurlijk. Ja. En u hoort het, heel veel oranje en meer. Het is vandaag maandag 4 juni. En dit is Gelderland Vandaag. Voor discriminatie. Het is natuurlijk tegen discriminatie. Bij mij aan tafel zit Ingrid Warnes van artikel 1 Noordoost Gelderland. Jullie hebben vandaag de jaarcijfers bekendgemaakt over de melding van discriminatie. En wat mij nou zo benieuwd, wat is het eerste wat uit die cijfers naar voren komt? Dat het aantal meldingen vorig jaar is afgenomen ten opzichte van alle jaren ervoor. Nou, gefeliciteerd zou je zeggen. Helaas, ik ben er helemaal niet blij mee. Niet? Nee, niet. Nee, want het houdt niet in dat er minder wordt gediscrimineerd, maar wel dat er minder mensen zijn die of ons kennen of in elk geval willen melden. Ik sta met de mond vol tanden. Ik wil daar straks alles van weten, maar we gaan eerst even kijken naar het nieuwsoverzicht van vandaag. Het landelijk fietsplatform heeft de Achterhoek uitgeroepen tot beste fietsregio van Nederland. Het fietsplatform baseert deze benoeming op zijn kwaliteitsmonitor. Voor dat onderzoek is zowel een vakinhoudelijk studie als een uitgebreide enquête onder consumenten gedaan. De Achterhoek haalde hierin de hoogste score van alle regio's en provincies. Het fietsplatform heeft nu de eerste landelijke kwaliteitsmonitor geleverd en is van plan om het onderzoek jaarlijks te herhalen. Niet alle gemeenten in de regio Oost-Gelderland zijn dinsdag en woensdag present bij het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, beter bekend als VNG. Het congres werd vorig jaar gehouden in Doetinchem en Ulft. Deze keer is Den Haag als gastheer. Het is het congres waarop gevierd wordt dat de VNG 100 jaar bestaat. Onder meer de gemeenten Brummen, Oost-Gelre, Zevenaar, Rijnwaarde en Montfortland zien vanwege de kosten af van de jaarlijkse ledenvergadering van de VNG. Wethouder Westra van Doesburg heeft maandag samen met heemraad Rutting van het waterschap Rijn en IJssel de start verricht voor de aanpak van het kroosprobleem in de grachten van Doesburg. Onder de Barend Ubbingweg worden gaten geboord met watervoerende buizen. Op twee plaatsen aan de noordkant van het centrum worden kroosslurpers geplaatst. Een kroosslurper is een soort stofzuiger die het kroos naar beneden zuigt en door een buis afvoert. Dit is eerder met succes toegepast aan de Molenveldsingelgracht. De plannen van een zandafgraving bij Suderwick, net over de grens bij Dinxperlo, stuiten op een boel verzet. Binnenkort wordt de belangenvereniging Dinxperwick opgericht. Eerder overhandigde een groep Nederlanders een lading handtekeningen aan de Bocholtse burgemeester Nebelo, omdat ze tegen de plannen zijn. Ze vrezen onder meer voor overlast van vrachtwagens. Bondscoach Johan Lammerts van de KNWU heeft maandag wielrenster Loes Gunnewijk uit Groenlo geselecteerd voor de Olympische wegwedstrijd. De Achterhoekse rijdt tegenwoordig voor de Australische ploeg van Greenedge en was nog niet zo lang geleden Nederlands kampioen op de weg. De wegwedstrijd voor de dames in Londen wordt verreden op zondag 29 juli. Naast Gunnewijk zijn ook Marianne Vos, Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk geselecteerd voor de wegwedstrijd. Bij mij in de studio van Duck Out van Oranje, wat is het? Ja, van Oranje. Daar zit ik met de programmamakers Bob Hobbelman en Anke de Bruin. En welkom. Leuk dat jullie er zijn. Of eigenlijk fijn dat ik in jullie programma mag zitten eventjes. Bob, vertel eens even, waar gaat het programma over? Wat is het precies? Nou, we wilden een programma waarin we een beetje gezeikt wordt over het Nederlands elftal. Om het zomaar even uit te drukken. Een beetje gezeikt. Ja, Fidal Hoyers zal hier in de Duck Out plaatsnemen met een gast. En ze gaan gewoon samen de wedstrijd analyseren en vooruitkijken naar de volgende wedstrijd.
Leuk. Ja. En Anke, wat is jouw plek in het programma? Wat doe jij? Nou, ik ga kijken of de oranje koorts daadwerkelijk zo leeft ook op straat. Als wij denken dat hier een studio is. Dus jij gaat overal langs om te kijken, zeg maar, in de straten die dan helemaal oranje zijn geworden. Ja. Of wijken misschien Ja, complete wijken zijn volgens mij oranje versierd. Dus ja, we gaan overal langs. Oh, leuk. Ja. Leuk. En het moet oranje worden toch, hè? Want het flink begint al, oranje, flink versierd. Het begint al snel, hè? Ja. Het is al bijna. Ja, want mensen kunnen zich opgeven, geloof ik. Hè? En daar hebben we zelfs even een promootje van om te kijken hoe dat eruit ziet. En daar kunnen mensen nog op reageren. We zijn weer helemaal oranje, natuurlijk. Vanaf 8 juni, het EK voetbal. En dan zijn wij er weer, de dugout van Oranje. Hierin volgen twee bankzitters, waaronder Vidal, de verrichtingen van Oranje. En blikken zij steeds terug op de volgende duels. En onze oranjebeep Anke gaat op zoek in de regio naar de mooist versierde straten en huizen. Moeten we wel zorgen dat we hier overal netjes bij kunnen. Pak jij die vlaggetjes? Jakopolski president Jestem Doemne. Ze mistosva, Europeeskie, Piukarskie. Op bevajonsje voor Polsje in Oekraïne. Rokijomu is een fenemot oranje. Plateko ook Londen voor Tolanto naar programma Duk Out Ot Oranje voor Focus TV. Kom maar, meisje. Kijk op www.focus.tv voor de basisopstelling vanaf 8 juni. De Duk Out van Oranje. Hier op Focus TV. Nou, dat was duidelijk. Ja, dat is, lijkt me heel duidelijk. Ja, hoe zijn jullie op het programma gekomen? Hoe heb je het bedacht? Nou, ik heb een gesprek gehad hier over wat we eigenlijk nou precies wilden. En nou ja, daar kwamen we uit dat we een luchtig programma wilden. Geen zwaar analytisch verhaal. Nee, gewoon lekker losjes gezellig praten over het EK. En dat is gelukt, dat is dus dit dat geworden. Want wat gaat Vidal doen precies? Nou, Vidal die zal hier gewoon zitten en ja, gewoon praten met degene die naast hem zit. En dat wordt geen vraag-antwoord voor hem. Nee, gewoon ze gaan... Op zijn Vidal manier, zeg maar. Op zijn Vidals. Op gezellig Vidal. Praten hier. Gewoon leuk. Leuk, Anke. En jij gaat op pad. Zijn er al veel aanmeldingen? Er zijn enige aanmeldingen, maar we kunnen nog veel meer gebruiken. Dus mensen kunnen zich nog opgeven met hun wijk of met hun straat? Ja, wat ze of willen. Met hun vereniging zelfs? Hoe gekker, hoe beter. En ik heb het idee, we hebben echt wel al behoorlijk versierde wijken gezien. Maar volgens mij kan het nog wilder. Ja, dus dat ik kom graag. Dat denk ja. ik ook. Zou het ook zijn, want we zitten nu, wat is het, een paar dagen voordat het gaat beginnen, het EK. Zou het zo zijn dat na de eerste wedstrijd het helemaal losbreekt, denk ja, je? Ja, dat gevoel heb ik wel. Dat oranje koorts moet nog een beetje komen, volgens mij. Ja? Ja. Het is echt nog eventjes... Iedereen doet nog een beetje kalm. Ja. Ja, 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 ze hebben allemaal nog zoiets, we wachten het nog wel eventjes af. En waar kunnen mensen zich opgeven, mocht er nog wat... Mensen kunnen mailen naar oranje@focus.tv. Oranje@focus.tv en daar kunnen ze zich opgeven. Precies. En kun je al een klein tipje van de sluier oplichten? Wie gaat er komen en met wie gaat Vidal praten? Nou, we hebben een hele bekende Achterhoekse man hier in de dugout. Hij heeft gevoetbald bij de Graafschap, FC Groningen. En zelfs wat interlands gespeeld. Dus ja, Martijn Meerdink neemt Martijn hier plaats. Oh, Martijn Meerdink, ja. Die kennen de meesten in de Achterhoek wel, ja. Ja. En verder nog eens die? Ja, Cor Peitsman, die komt een keertje langs. En wie is dat? Dat is ook een oud-voetballer van de Graafschap. En, we hebben iets ouder, zeg maar, oud-voetballer. Ja, oké, okay. Dus het is niet zo erg dat wij dat niet weten. En Stefan Koch, dat is een Duitse voetballer. Die voetbalt bij Ajax Spredenbroek. En hij komt speciaal voor de wedstrijd Nederland-Duitsland. Ja, dat wordt helemaal leuk, want wij gaan natuurlijk winnen. En dan moet hij eens een half Duits-Nederlands even verklaren. Ja, dat is moeilijk hoor, om dat te zeggen wat leuk dat Nederland gewonnen heeft, toch? Ja, dat is even een beetje pushen. Ja, want we gaan er toch vanuit dat we gaan winnen. Precies, ja. Vertrouwen hebben. En vanaf wanneer is het programma te zien? Het programma, de eerste aflevering, zal uitgezonden worden op 8 juni. 8 juni, dus aanstaande vrijdag? Aanstaande vrijdag. Na Gelderland vandaag? Na Gelderland vandaag. En dan gaan jullie vooruitkijken naar de wedstrijd die gaat komen? Ja, we gaan vooruitblikken op de wedstrijd en nou ja, het hebben over de opstelling en de speelstijl van het Nederlands elftal. Aha, en daarna is er dus weer een uitzending, zeg maar, gelijk voor de volgende wedstrijd? Ja, de volgende uitzending zal na afloop van de eerste wedstrijd tegen Denemarken zijn en voorafgaand aan de wedstrijd tegen Duitsland. Ah,
Dus het wordt helemaal oranje. Nou, Anke, ik wens jou heel veel succes in deze regio met alle oranje. Je bent dan echt een oranje beep, ja, hè? Ja, zo noemen ze me wel. Ja. Ga je ook helemaal in het oranje erheen dan? Nou, helemaal weet ik niet, maar oranje half, zeker. Half. Ja, en, ja, als half. Het, ja, en dan hoef ik niet zoveel aan als het wat warmer is als vandaag. Ja, hè? Is goed. Ja. Nou, heel veel succes met jullie programma. Ja, dankjewel. En wij gaan even door met Martin, want die gaat het over discriminatie hebben. Het Stadsmuseum in Doetinchem bestaat 60 jaar, reden genoeg voor een feestelijk jaar. Afgelopen vrijdag werd daarom het eerste exemplaar van een gloednieuw multi-touch tafel in Doetinchem geplaatst. En wat dat is, kunt u nu gaan zien. In het kader van het 60-jarig bestaan hebben wij een oproep gedaan aan Doetinchemers die in 1952 geboren zijn, die dus 60 zijn of nog worden dit jaar, om zich te laten fotograferen met in hun hand een jeugdfoto. De heer Riepman is er ook, wat is zijn taak vandaag? Nou, hij mag de tentoonstelling van de 60-jarigen openen, want het toeval wil, en het is natuurlijk niet helemaal toeval, dat Jan Riepman en in Doetinchem geboren is, maar ook in 1952 geboren is. Dus hij wordt dit jaar ook 60. Dus dat is extra aanleiding geweest voor ons om hem uit te nodigen. Wij zijn begonnen als stadsmuseum, dat heette toen nog Streekmuseum, in de Havezate Hagen, de kelder. En in 1932 zaten daar de Doetinchemse padvinders in, die waren dat aan het opknappen. En toen dachten ze van nou, als we nou de open haard nog iets meer opstoken, dan wordt het hier wat warmer en is de verf eerder droog. En toen is de havenzaten is afgebrand. Kees Misset, die heeft aangeboden om de herbouw voor een heel groot gedeelte te financieren. En heeft daar gelijk bij bewerkstelligd dat er een streekmuseum moest komen. Maar waarom we het vandaag vieren, is omdat in 1952 is de stichting opgericht. De stichting Stadsmuseum. En daar is het eigenlijk begonnen. Wat heel belangrijk is, is dat wij vandaag de multi-touch tafel, de eerste multi-touch tafel van Gelderland, hier mogen presenteren. Een grote iPad eigenlijk. Iedereen kan daarmee uit de voeten. Met name natuurlijk de jeugd die heel goed weet hoe het allemaal werkt. Maar wij hopen dat het een leuk ding gaat zijn voor alle leeftijden. Maar nu zitten er een aantal bijzondere applicaties op. Onder andere Gelderland op de kaart, waarbij je door historisch kaartmateriaal naar allerlei mooie verhalen over geschiedenis kunt browsen. Er komt straks een game op waarbij je kunt spelen met voorwerpen uit de collecties van Gelderse musea. En hier in het Stadsmuseum Doetinchem een 3D van de verdwenen stad. De stad van de jaren 40 voor de bombardement van de Tweede Wereldoorlog. Met je iPhone heb je dus een applicatie van Leer. En dan kun je dus op allerlei punten in de stad kun je op je iPhone zien hoe het vroeger was. En die Leer die sluit ook direct aan op de informatie die we hier in het museum hebben. En die we dus ook hier met de maquette hebben. Dus als je bij het gemeentehuis staat waar vroeger het gemeentehuis was, dan zie je op je Leer zie je het gemeentehuis zoals het hier in de maquette staat. Er wordt op dit moment heel hard gewerkt aan de museumwinkel. Dus we gaan hier ook leuke dingen verkopen die met museale dingen te maken hebben en die met Doetinchem of de Achterhoek te maken hebben. Er komt binnenkort, en daar is nu al een voorproefje van, is er een uitleencentrum. Dus dan kunnen we kunst uitlenen en we zullen ook de mogelijkheid creëren dat mensen hier kunst kunnen kopen. Elke uitzending geven we een overzicht van het opvallendste regionale nieuws uit andere media, zoals kranten, radio en internet. En dit was dat opvallendste nieuws. Een boer in Laag-Keppel heeft afgelopen weekend een visser te grazen genomen. De visser had zijn auto met aanhanger in een weiland geparkeerd, maar de boer zag dit niet zitten. Volgens Omroep Gelderland haalde de boer zijn gierwagen en reed daarmee langs de auto om deze te besmeuren met mest. Een man die zondagmiddag met 140 kilometer over de Vordense weg in Hengelo reed, kan een dagvading tegemoet zien, aldus Optimaal FM. De toegestane snelheid op de Vordense weg is 80 kilometer per uur. De automobilist is één van de 37 bestuurders die bij de snelheidscontrole te hard reden.
Bij voetbalclub FC Eibergen zijn twee technische coördinatoren opgestapt na verbaal geweld van ouders, meldt de Gelderlander. De ouders zijn boos omdat hun kinderen naar hun oordeel volgend seizoen in een te laag elftal moeten voetballen. Volgens de club gaat het om een handvol ouders die zich heeft misdragen. In overleg met het bestuur beraadt de jeugdafdeling zich op mogelijke maatregelen. Het EK staat weer voor de deur. Aanstaande vrijdag is het zover. En de oranje gekte is niet alleen in de winkels toegeslagen, maar ook op de hitlijsten. En naast mij zit Tim Leon. Welkom, ja. Tim. Goedenavond. Want jouw single staat op nummer 14 in de Mega Top 100. Ja, dat hadden we ook niet verwacht toen we begonnen. Ja, is echt leuk. Wat een mega hit. Echt niet verwacht. Hoe komt dat, joh? Ja, er zijn gewoon zoveel mensen die... Er zijn winkelacties door heel Nederland. In Eibergen, wat ook allemaal begonnen is. Vandaar dat we hier ook zitten. Eibergen is begonnen. Eibergen, die is eigenlijk ermee begonnen. Want in heel Eibergen is namelijk de single te verkrijgen bij acties. En alle mensen die werkten mee met de clip, zoals jullie zo meteen ook gaan zien. Maar bij de clip deden ze gewoon allemaal mee en heel enthousiast. En en zo is het alsmaar doorgegaan. En door die enthousiasme zijn mensen om Eibergen ook weer enthousiast geworden. Oh, ja, en nou sta je in de top 100, top 14 al. Wat geweldig, want jij was wel zanger, maar jij zong gewoon wat koffers. Ja, gewoon een paar koffertjes. Ja, dat soort dingetjes. Ja. Gewoon verjaardagen, bruiloften, dat soort dingetjes. Maar nou is het echt, het grote werk is begonnen. Ja. Goud is binnen, platina is binnen. Ja, hè? Platen, jeetje, dus, waar gaat geweldig. Heen? Maar jij zit ook bij een platenmaatschappij nou. Ja, we zitten nou bij een platenmaatschappij. Ja, het is nou allemaal echt, echt. Ja, want je bent eigenlijk geen hele echte Achterhoeker. Je komt uit Twente, hè? Ik kom uit Twente. Uit Enter ook nog. Uit dus Enter of Enter. Places, ja. Oh, maar ja, je bent de laatste tijd een beetje Achterhoeker geworden. Nou, ik ben Achterhoeker geworden. Ja. Dat kan ik je wel stellen. Dan wil je nooit meer weg natuurlijk. Ik ga gewoon in Eibergen wonen. Nee, want hoe is dit nou gekomen? Dachten ze, de platenmaatschappij zocht jou op of was het andersom? Nou, het was eigenlijk, mijn vader die doet ook een beetje zingen. En die zat bij Jan van der Velde in de auto. En dit is een mannetje. En mijn vader zei, oh, anders bellen we hem een keer op. Nou, ik opbellen. En hij had eigenlijk geen artiest op dat moment. En toen dacht ik, goh, misschien kunnen we een samenwerking aangaan. Dus, bij de studio, bij de platenmaatschappij, hadden ze een EK-liedje. En die zei, oh, we hebben nog geen EK-liedje, misschien wil jij dat gaan doen. Zei je, laten we maar doen. Ja. Als het moet, dan moet. Nee, moet niks. Maar nee, dat neem je natuurlijk met beide handen aan. Als je dan gelijk zo binnen kunt komen met een leuk EK-liedje. Ja. En Edwin van Hoevelaak, die schrijft het, en die schrijft wel, die vorige EK heeft van Wolter Kroes ook geschreven. Dus toen dacht je, wauw. Ja, dan zeg ik geen nee. Dan durf ik niet eens nee te zeggen. Nee, want hij is na anderhalve maand uit ongeveer, hè? Want dit is hem, dames en heren. Het liedje, hè? Oranje Kampioen Oranje Kampioen. Jou. Ja. Ja, hij is nu, eigenlijk dus vanaf 25 april is hij uit, net voor Koninginnedag. Ja, en nou 4 weken al in de top 100. Jeetje. En ga je binnenkort nog ergens optreden hier in de buurt? Of, Nou, er zijn aankomende maanden. Nou ja, we hopen natuurlijk dat Nederland zelf. Ja, ze gaan gewoon door. We weten het ook. Het is gewoon tactiek wat ze nu doen. Telkens verliezen. Iedereen denkt dat ze slecht zijn, maar uiteindelijk zijn ze hartstikke goed. Nee, het is gewoon kijken hoe lang Nederland zelf zal doorgaan. Maar het is eigenlijk ook een beetje nog nagekeken naar de Olympische Spelen. Want er komt geen voetbal in voor. Geen namen. Het kan gewoon. Ja, we gaan ook lekker naar Londen toe. Dus, en hier in de buurt, treed je binnenkort ergens op als mensen je willen zien? Ja, in Laren treden we. Dat is hier in de buurt. Ja, dat is hier in de buurt. Ja, daar zitten we volgens mij vrijdag voor de wedstrijd bij een café. Zitten we een boek optreden. Helemaal en dat is goed. Hier in de buurt. Dus. En zit er verder al wat in de pen of ben je hier nog druk zat mee? Nou, we heel stiekem. Dus gaan we volgende week waarschijnlijk de studio in voor het volgende liedje opnemen. Echt waar? Ja. En die komt halverwege september komt die uit. Halverwege september? Ja, die moet nog even gedrukt worden. Ja, die moet nog even gedrukt worden. Ja, en de EK die is nog niet afgelopen. En dan hebben we de Olympische Spelen nog. En dan de zomervakantie. Maar na de zomervakantie, dan komen we wel even weer. Helemaal geweldig. Jeetje joh, en dat laat je me horen dan, hè? Ja, u hoort van mij, zeker. Helemaal goed. Mag ik deze jou geven? Want jij gaat ons laten horen. Ga staan, want jij gaat voor ons zingen. Dames en heren, Tim Leon met Oranje Kampioen. Inderdaad. Dit is het moment
als één. De spanning, de strijd, laat ons bloed sneller stromen. En aan het eind pakken wij. Tim Leon met Oranje Kampioen. Wat gaaf, hè? Ja, leuk man. Hij is 2 maanden geleden pas begonnen. Echt waar? Ja, echt waar. Daarvoor deed hij heel af en toe een beetje zingen op verjaarspartijtjes en zo. Nou, gaaf, hè? Ik denk dat ze dit gewoon in de stadions moeten draaien. Dan komt dat helemaal goed met dat elftal. Ja. Maar we blijven nog even in de oranje sfeer voor wat betreft stellingen. Want u krijgt van ons nog... Ik kan wat, lezen. Wat nou dan? Ja, de zon schijnt hier. Ja, ik wil ook gewoon even meedoen. Want de stelling was... E.K.-prularia beïnvloedde mijn koopgedrag. 58% was het ermee eens en 42% was het ermee oneens. Nou, je ziet waar ik sta, dat is heel duidelijk. Jij doet niet mee, nee, dat zie je gelijk. En een nieuwe stelling, we blijven nog even bij het EK. Want u kunt reageren op de stelling... het Nederlands elftal gaat het verschoppen. En met verschoppen bedoelen we dan dat ze ver komen in het toernooi. Niet dat ze heel ver kunnen schoppen. Dat kunnen ze ook. Nee, maar dat is weer wat anders. Nee, ze komen ver in dit kampioenschap. Wat denkt u? Gaan ze het inderdaad verschoppen? Wellicht het EK winnen... Of gaan we hard onderuit in de eerste ronde? Mail uw reactie naar stelling@focus.tv. Met of zonder argumentatie, het mag allemaal. Ben je al een beetje in de EK-stemming? Nou, zo langzaam begint dat wel. Het gaat het is wel een beetje bescheiden, maar... Het is nog, en ik heb deze al mee. Ik heb een beetje pik van de pit, hè? Ja, ik ga hem zo draaien in de auto, dan komt dat vanzelf. Nou, bij mij begint de koorts al een beetje te komen van de EK. Dus wat dat betreft, aan het einde van de week zit ik zie daar een roze blouseje aan, is precies de goede kleur. Nou, goed, dit was het dan weer voor vandaag. Noteer alvast in uw agenda dat vrijdag niet alleen het EK begint... maar ook de dugout van Oranje op Focus TV. Dan zien we jullie graag terug. Maar voor het zover is, graag tot woensdag. Want dan is er weer een nieuwe Gelderland Vandaag. Tot bedankt woensdag. Voor het kijken. Dag.